information for Rhineland Center because of people with feet on the ground. This is Grace, I've been Vice Director from the Center for Display Line on the ground. By the commander of the NT-11 flight group, Lieutenant Colonel Domenico Di Giulio. This was Mike Palumbo speaking to you all. Thanks for your attention and arrivederci. Congratulations anytime, Mike, for the wonderful performance of the C-27 and the T-346. Really impressive, thank you so much. Inderdaad, dames en heren, ik denk dat we toch wel twee unieke voorstellingen waren. Het transporttoestel dat dergelijke manoeuvres uitvoert en dan de trainer, de piloot, wel fantastische demonstratie zou ik zeggen. Maar voilà, geen tijd om stil te zetten, want we hebben zo dadelijk de voorstelling van de A-109. Ik hoop dat het eerst een beetje moet opwarmen, dat geeft mij de kans om rap een interview te doen met Kurt Verwilligen, de commandant Kurt Verwilligen. Die is dat voor de public affairs. Hier een al spiralen. Als het ware een taxi, maar dan natuurlijk een vliegend taxi. Van links naar rechts op het publiek, zodat u van verre allemaal een keer een zicht kan krijgen op deze speciale beschildering. En natuurlijk is het ook nog de wolf op de zijkant geschilderd. Het teken, het embleem van het 17e smaldeel in Bogotjaar. En ondertussen, op de grond, ziet u dan de speciaal geschilderde Jaguar. Eveneens in dezelfde schildering als de A-109. Oké, dan hebben we nu wel een dringender oproep. Er is hier een 6-jarige jongen bij ons op de cabine, Sam. En hij is mama en papa kwijt. Dus mama en papa van Sam, die kunnen hun zoon terughalen bij de EHBO-post naast de commentaarcabine. Of eventueel bij ons. Als hij bij ons wil blijven hier en even kijken, mag hij ook even bij ons blijven staan. We're going to keep him company and feed him coffee and maple syrup so he's nice and hyper when we return him back to you. But he gets the best view in the house. He gets to watch the show from us here. So, okay, so if you're the parents of Sammy, make your way to the announcer stand. We've got him. He's doing okay. Okay, let's get back to the action. What's going on?